Allemaal dat soort dingen. Maar... gaat lekker hier, echt. Goedemorgen, het is dinsdag en het is weer haasten. Nou, het valt mee, we zijn op tijd. We gaan naar school. Sarah is op school en ook gelijk even die juf op de hoogte gesteld. Vond ik ook wel fijn voor haar als ze weten gewoon wat er speelt. Nu even heel snel wat in huis doen en dan heb ik die formulieren verder weer op de planning staan. Ik moet de verzekering bellen, allemaal dat soort dingen. Gaat lekker hier, echt. We hebben even een hele sprong gemaakt in de tijd, maar ik ben echt heel de dag alleen maar bezig geweest met de aangifte, met verzekering, schadebedrijven, noem maar op, echt. Er is best wel wat schade ook in huis gemaakt, dus nou, ik heb echt de camera gewoon even laten liggen. Ik ben nu het eten aan het maken, dat is bijna klaar, dan gaan we eten. En dan moeten we zo naar het bureau voor een verder stuk van de aangifte. En dan moet ik een cadeautje inpakken. Ja, jij mag na het eten. Je hebt morgen een kinderfeestje. Moet je nog even een cadeautje inpakken. En papa en mama moeten niet vergeten dat ik even het auto zitje. Mag ik je naam zeggen? Dus, nee, doe maar niet, schat. Omdat niet iedereen dat fijn vindt. Dus je kan gewoon zeggen dat het een kinderfeestje is. Maar je mag wel vertellen, Noah is er natuurlijk wel bij. Ja. Dat is wel heel gezellig, want dat is ook echt jouw vriendin. Ja. Sarah die heeft er een cadeautje in gepakt. Vind echt dat ze, ik heb het helemaal uitgelegd hoe je het goed kan inpakken. Ik vind dat ze het echt heel goed gedaan heeft. Ben je nou je tekening aan het verstoppen? Ja. Oh, meisje, zo mooi. Mag ik je tekening zien? Alleen de vlog niet. Oh, dan doen we zo. Nee. Oh, waarom mag de vlog? Alleen de tekening dan, niet de rest. Ik vind het poppetje zo mooi. Nee, niemand mag het zien. Alleen jij. Oh, maar morgen zit ook iedereen er. Alleen de kinderen die op het feestje komen. Dat was mama's kruk. Nee, mijn krukken stonden hier. En daar heeft ze een tv-hoek voor zichzelf gemaakt. Hé, hey, en weet je wat jij gaat doen? Naar bed, zei Duimelot. Dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we wel doen. Nee, maar hij is niet in de maling. Nee, die gaan we niet doen. Ja, dat gaan we wel doen. Nee. Oké, oh, ik ben wel heel donker. Hier ben ik. Ik kan er even niks meer van maken als ik ga rijden. Dan zie je me zo beter. Ik ben nu onderweg naar het politiebureau. Marco moest voor werk nog heel even weg daarvoor. Dus die zie ik daar. Die komt daarheen. En die is ook onderweg, dus die is daar ook zo. Als het goed is, komen we ongeveer tegelijk aan. Dus... En het is zo koud opeens. Echt, volgens mij vriest het gewoon buiten. Of voor mijn gevoel, want ik heb altijd zoiets van ben je zo... De zonscherm staat ook uit. Dan ben je weer zo gewend aan die warmte. Dan vind ik ook echt, dan is het 10 graden en heb ik het gevoel dat het zwaar vriest. Ik ben weer thuis. Het heeft echt wel lang geduurd. We zijn daar echt bijna 3 uur geweest. Dus het is ook best wel laat nu al. En ik kan er niet heel veel over vertellen. Omdat we bepaalde dingen gewoon sowieso niet moeten bespreken nu. Maar wat een gedoe allemaal echt. En dan blijf ik maar denken dat de mensen die dit soort dingen doen gewoon echt niet begrijpen... Nooit zullen begrijpen wat voor impact het op een anders leven heeft. En of dat nou is omdat je er bijvoorbeeld niet van in je huis meer durft te zijn. Of niet kunt slapen. Of de romslomp. Of hè, op welke manier het zich ook uit. Je verpest een hoop in een andermans leven. En ja, ik kan daar gewoon niet bij. En dat is een gedachte die ook constant door mijn hoofd schoot. En ooit heb ik wel eens de opmerking gegeven... alles wat je niet kan begrijpen betekent dat je zelf niet zo bent. En dat vind ik altijd een hele mooie.
En dat ging dus ook wel heel veel door mijn hoofd. Maar dan zit ik ook te denken, stel, hè, als jij bij een inbreker zijn huis zou leeghalen, ja, dan is de wereld klein. Zeker als het echt criminelen zijn, maar moet je eens proberen. Maar dat zijn wel mensen die tegelijkertijd vinden dat ze het recht hebben om jouw huis wel leeg te halen. En dat vind ik zo krom. En dan vraag ik me echt af, zouden dat ze mensen zelf doorhebben hoe krom hun gedachten zijn? En waarom vinden zij dat mogen doen? Wat geeft ze dat recht voor zichzelf? Ik kan me daar echt wel mee bezighouden, weet je. Hoe dat dan werkt, dat mensen zo denken en zo zijn. En waarom anderen dan niet? En ja, misschien vinden jullie dit een heel onzinstuk. Of ik weet niet of dat soort gedachten dan ook in die zin door andermans hoofd gaan. Maar het zijn altijd wel dingen die mij heel erg kunnen bezighouden. Ik vind het sowieso altijd wel heel interessant, weet je, hoe dat soort dingen gewoon ook over andere vlakken in mensen hun hoofd werken en hoe de gedachtegang dan gaat. Maar ja, het zijn gewoon vragen die dan ook met dit constant gewoon door mijn hoofd gaan. En het is niet dat ik daardoor niet functioneer of niet leef, maar ja, ik vraag het me wel echt heel erg af de hele tijd. Nog heel even tv gekeken, even mijn hoofd leeggemaakt, dus ik ga nu snel slapen. Bedankt voor het kijken en tot morgen.